auch Freunde. Kijk. Spanje, hè, dit. Spanje. Kijk hier, hup. Hola. Daar gaan ze hoor. Zag je er gaan? Ja. Ja, dat ging ze. Maar ja, luister. Dan moet je hier overal, moet je dus zo'n mondkapje voor. Ja. Hé? Dus je loopt er zeg maar dan de hele tijd als chirurg in de rondte. Dat is dan het verhaal. Maar, ben ik het daar altijd mee eens? Nee, natuurlijk niet. Luister nou even goed. Kijk nou eens even daar naar voren. Kijk naar voren. Wat zien we daar nou? En dan kom je even bij mij terug. Kom even terug. Ja, nou, er zit toch een enorme afstand tussen. En daar achter mij, daar loopt dus geen kip. Nee. En dan wordt er van mij verwacht dat ik de hele tijd met de dik. Hey. Ja, dag. Weet je, daar heb ik dan geen zin in. Dat ik de hele tijd met dat ding voor mijn bakkers loop. Ja, als ik iemand tegenkom, zoals hier deze man, let op. Ja, dan doe ik hem even voor. Kijk, ja, dan doe ik hem voor. Maar hij heeft hem zelf ook niet voor. Snap je? Dus het is ook wel weer een beetje zo half bakken allemaal. Weet je wel. En dan vind ik het ook niks. Dus ik doe nu gewoon zo. Huppatee. En dan ben ik zogenaamd een beetje ongehoorzaam. Ja, burgerlijke omstandigheid. Dat kan. Want in Spanje mag dit natuurlijk niet. Maar ik vind dat dan ook flauwekul. Dus dat is het probleem. Elke keer met die coronaregels. Dat is natuurlijk van, ja, hoe vul je dat zelf in? Een beetje. Het gaat dan een beetje ook om gezond verstand. Gewoon zelf invullen. Hoe pak je dat aan? Ja, kijk, want nu zie ik, kijk, daar komen er twee aan. Dat is het dan. Nou, voor hun zal ik hem even opzetten. Gewoon voor het idee. Kijk, hup, daar komen ze aan. En ik heb hem keurig op. Dus nou, hola. Nou, en dan, maar kijk nou verder. Kijk nou verder. Het is gewoon volkomen verlaten vlakte. Dit is Siberië hier. Zo, nou dan ga ik toch niet een beetje de hele tijd met zo'n ding voor mijn bakkers lopen. Nee, natuurlijk niet, dan ben je toch achterlijk. Nou, dus, ben ik achterlijk? Zie ik er al zodanig uit? Nee, natuurlijk niet. Dus dan denk je bij jezelf, nou weet je wat, dan doe ik mijn kapje gewoon onder mijn kin en dan loop ik gewoon zo. Dus, nou, ben ik duidelijk geweest? Ik geloof het wel, hè. Komt voorlopig niemand aan. Dus ik hou lekker mijn kapje naar beneden.